Yo, wat up mensen, mijn naam is Dylan en welkom bij weer een nieuwe Pokémon Blaze Black 2! Yay, oké! Okay. We gaan er weer tegenaan, we gaan weer lekker Pokémon spelen, lekker relaxed gaan we gewoon Pokémonnen. En ik heb er zin in, want de bedoeling is eigenlijk in deze Pokémon serie dat ik ga opnemen, gewoon lekker relaxed Pokémon spelen, zoals ik eigenlijk in de bus zou spelen bijvoorbeeld. Of iets dergelijks. En gewoon lekker gaan genieten zonder te editen en shit. Het is lekker ontspannen spelen. Ik heb nog steeds mijn Totodile. Ik heb natuurlijk mijn Ipon van level 9 en Vogeldier van level 7. En het is tijd om de eerste badge, of de eerste gym te gaan bekijken. Oh, dit is die ene dude, weet je wel? Jee, hebben we gewacht. Oké, je doet het gewoon goed. Hier is een nieuwe medaille. Yeah, een nieuwe medaille in de pocketo. Oké, ik heb een nieuwe medaille. Yeah. Hoppakee, nog een medaille. Oh, nog eentje. Yeah! Hier gaan we, daar is die gast. Oké, okay. Wat? Nog eentje? What the fuck? Yeah! Maar daar is jongen, oké, hè. Wat? Nog eentje? What the hell? Yo, dit gaat lekker. Lekker Caterpie. Oké. Okay. Oké, okay, ik ga voor de vette met dice, moet ik gaan. Goed, we gaan even iedereen healen. Ik weet niet, volgens mij heb ik het al gedaan, maar fuck it, we gaan het gewoon doen. Ik wil gewoon iedereen in die heal gooien. Zo, so, had ik je Pokémon voor few seconds. Oké, okay, goed. In ieder geval mensen, dankjewel voor het reageren op de vraag van de dag. Want elke dag heb ik dus een vraag voor je. Vorige keer heb ik gevraagd. Nou, episode 2 eigenlijk gevraagd. Want ik vraag altijd, zeg maar. Ik werk al 2 episodes vooruit. Dus dan kun je zien, zeg maar, wat ik mijn vraag gesteld. Episode 2 werd ik gevraagd aan jullie van. Jongens, wat is jullie favoriete Pokémon? En by a mile, gewoon superveel werd geantwoord met dezelfde pom met Blaziken. Nou, dan wil ik jullie vragen. Hebben jullie gekozen voor Blaziken omdat jullie Blaziken echt vet vinden? Oké, okay, wacht hoor. Een normal Pokémon fighter are weak to fighting type Pokémon. Oké, okay, goed. In ieder geval, we gaan het zien. We gaan gewoon erin. In ieder geval, het is Blaziken geworden. En Blaziken, ik weet niet of je het zelf wilde. Of omdat Kees het zegt, want Gig Kees, dat ik ook zo'n favoriete Pokémon is, Blaziken. En inderdaad, een paar mensen zijn inderdaad van. Een paar mensen zeiden inderdaad van hartstikke cool was omdat ik Arcanine had. En sommigen wisten het al, dus dat ik hartstikke cool dat jullie het weten van mij dat ik Arcanine de vetste vind. Maar Blaziken was dus by far de vetste. En ja, mensen vinden gewoon heel vaak vuur-Pokémon de vetste. Want vuur-Pokémon de enige is met avatar vuurs, van destruction, van vechten en gewoon echt gevaarlijkheid. Goed, in ieder geval, ik ga de gym doen eerst en daar komt natuurlijk de andere vraag van de dag. Je kan je natuurlijk al zien, maar we gaan kijken. Want ik word uitgedaagd hier, jij bent dus een challenger. Welkom bij de Aspergia City Pokémon Gym, dankjewel. Hij is Challen, de gymleader. Wat? Challen, de gymleader, nu al? Huh? Dus we kennen de gymleader. We need to prepare for welcome you to the gym. Oh, wat cool. Dat is hij is een Pokémon Black 1, zeg maar, is deze. Oké, okay, goed, ik moet deze twee dudes verslaan, dan kan ik bij Challen fighten. Oh, wat cool. Challen, zeg maar, is van Pokémon Black 1. Dus nou, goed, we gaan eerst proberen om deze te gaan. Dus hij heeft potentie in mij. We gaan er tegenaan, let's go! Eerste Pokémon Battle die een beetje belangrijk is. Een beetje moeilijk gaat worden, denk ik ook. Youngster Pedro! Hey Pedro, yo, 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 wat is een Rattata? Hey. Level 10 Rattata, oké, okay, dat moet ik kunnen hebben, want ik heb mijn Totodile. Toto. Gaan we doen, Totodile? Ik zeg gewoon een Ice Punch op zijn bak, dus Ice Punch is gewoon OP'd! Boom! Hoppa! One shot to the face! Rattata fainted! Gatorade 21, 121 exploits erbij. Bam! Gatorade level 14. Zo doen we dat. Hard werk, badaat. Whismur is ook een normal Pokémon. Laten we normals moeten we aanpakken met een Ipo. Go! Huts! Gatorade, good job! Kom maar hier, Gatorade. Go! Ipo! Woehoe! Yeah! Ipo! En ik vind nog steeds cool, want heel veel mensen komen naar me toe, ook YouTubers, die zeggen van yo, vet die Airlock Challenge. Ook Kees bijvoorbeeld, die zegt vet hou, Airlock Challenge. Ziet er leuk uit. En misschien gaan ze het zelf ook doen. Hartstikke cool, jongens. Ik bedoel, het is ook heel veel te doen met Airlock. Het is gewoon puur gokken wat voor Pokémon je krijgt. Ik bedoel, het is alles spannend. Je weet maar nooit. Je kan niet van tevoren denken van, oh ja, ik ga met een Nidoran of met een, bijvoorbeeld een Blaziken daar naartoe. Want je weet niet of je een Blaziken gaat krijgen, weet je wel. Dus het is echt heel spannend allemaal van wat er gaat gebeuren, wie ik ga krijgen. Maar ik ben in ieder geval blij met mijn Ipo, weet je, mijn fight Pokémon. Low sweep! Op de Snubbel. Woe! Woe! Daar gaat Snubbel. Doei Snubbel, was gezellig. Later. Bam, lekker. Nou, daar gaat Pedro. Dat was best wel een simpele eerste overwinning. Oké. Okay. Nou, als ik de girl oversla, de meid, mag ik de gym niet verslaan. Dat is een hele nieuwe gym dit, zie je. Het ziet allemaal construction shit. Het ziet er allemaal nog een beetje lelijk uit en dat soort dingen. Ik zou zeggen jongens, in mijn Pixelmon server die gaat komen. Oeh, verrading.
Komt er iets heel vets. Het is echt heel vet gaan we doen, jongens. Het ziet er echt heel goed uit. Dat kan ik jullie nu alvast vertellen. Yo, Pidaf, wat leuk. Dan kan je wel fly Pokémon hebben, maar als ik ijs gewoon doe. Oh ja, super effective. Want ijs is super effective tegen fly. En daar gaat de Pidaf. Doei, Pidaf. Oké, deze is echt sterk, jongens. Igglybuff. Switch Pokémon, dat is fairy type. Maar we gaan gewoon met nou, is nog gewoon fighten met waarom niet. Met Ippo. Go, Ippo. Wada! Daar gaat Igglybuff. Igglybuff. Oh, he's so cute. Low sweep hem. Hoppa, super effective. Jongens, deze badge is van mij in de pocket. Yeah. Ah, level 11 Ippo. Lekker Ippo. Les erin zitten Cleffa. Nee, ik haal lekker Ippo in de fight. Cleffa! Oh, you're so cute! Low sweep up! Hit, sit! Klut! Al die one-shots deze gym de hele tijd. Dit was easy, deze trainers. Maar ja, goed. We hebben nooit gezien hoe sterk uiteindelijk dus Charon is. Dus we gaan kijken hoe sterk Charon zal zijn. But can you beat Charon? Nou, ik moet even kijken wat ik in mijn bag heb. Of ik genoeg... exploit share. Heel veel mensen zeggen van ja, ik wil gebruik die exploit share en dat soort dingen. Nee. Maar ik ga het nog niet geven. Ik weet niet. Misschien kan ik het wel geven aan. Ik ga het geven aan mijn vogeldier, want die gebruik ik bijna nooit. Dus ik geef hem wel mijn exploit share. Nou, waar is mijn exploit share nou weer? Hé! Daar. Nou, in ieder geval, dus als ik nu iemand versla, wordt XP gedeeld met, nou, met hem, met een vogeldier. Komt Charon, het zit er allemaal echt... What the fuck, G? Dit is zijn first G... Oh. Dit is zijn eerste Pokémon battle als een gymleader, mijn eerste badge. We gaan kijken of, ja, of we trots kunnen zijn. Let's get this party started! Caterpie versus Charon! Zo, Charon. Oh, bewijsname, hey. Wat is dit? Een mini Chino? Oh, dat. Die. Go Gatorade! Surprise! I am Gatorade. Gatorade! Ice Punch, je bastard! Gewoon. Oh oh. Work up. Het ziet er heel bijzonder uit, maar volgens mij doet het niks. Volgens mij gaat zijn stats omhoog, inderdaad. Ja, zijn attack wordt wel sterker. Maar, Ice Punch! Boom! Harde hit, maar helaas niet dood. You'll be a powerful opponent. I sure will. Oh, attract! Nee! Meen je niet! Oh fuck, is het moves? Dat zijn die moves die echt heel vervelend zijn. Ik ben verliefd op hem, maar bam! Alsnog hit ik hem gewoon. Ik bedoel, liefde gaat. Pff, ben echt niet verliefd op een fucking ratje. Fuck dat, vriend. Ik smack die bitch. Haha, Gatorade gedaan. Vogeldier ook. Oh, vogeldier level 8. Lillipup. Dat is een gras. Nee, helemaal niet. Dat is die hond. Maar ik denk wel met Ippo gaan vechten. Want Ippo is fight en het is een normal gym. Dus ik kan net goed met Ippo gaan vechten. Want die is normal. Haja! Go, Ippo! Woehoe, Ippo! Dat is een Lillipup, die hond. Ik wil tegen een Piplup, weet je wel. Lillipup, Piplup. Lijkt hem op elkaar, maar ja goed. Doe een low sweep op die ass, motherfucker. Woeda! Hoppa, one shot to the face. Goed gedaan, Ippo. Ippo is kapot sterk. Goede fight Pokémon. Ik ben echt super blij mee dat hij hier uitgekomen is. Nou, volgende keer ook weer XP. Munchlax. Nee, is ook een normaal Pokémon. Munchlax is cool, dat is die kleine Snorlax, hè. Ja, is die voor de fles van Snorlax. Als een gymleader, I aim to be a wall. Ik moet hem zorgen dat het heel moeilijk voor mij wordt om te verslaan. Maar ja, het gaat op dit moment lekker. En low sweep is ook sterk, want... Woe! Oh, zo. Ja, die is tanky as fuck. Ik laat de berry, dus hij krijgt weer heal erbij. Ja, dat wordt nog lastig, misschien. Metronoom. Oh. Met metronoom kreeg ik zeg maar een standaard aanval. Ik kreeg een kleine assist, dus... Hij zou wel een gekke aanval kunnen krijgen die hem zou kunnen verslaan. Psychic of zo, weet je. Maar ja, helaas. Boom! De fight aanval is hard. En de Munchlax is down. Daar gaat de Munchlax. En boom. Ippo level 12. Lekker gedaan, Ippo. Vogeldier. Level 9. Lekker vogeldier. Daar gaat Charon. Yeah! Dit is wat de Pokémon echt Pokémon Battle is. We krijgen 1560 doekoes. In de pocket. We krijgen fucking $1,560. Hartstikke hard. Oké, ik ben blij dat ik zijn eerste challenge was, maar ja. Dankjewel voor je honor en strength. Krijgen we dus van hem de Pokémon. Dun, dun. Mijn badge. Het is mijn eerste badge in de pocket. Woo! Lekker dan. Eerste badge in de pocket.
Here's your first gym badge, the basic badge. The supported milestone with this badge. Kijk, Pokémon level 20 gaan alleen maar luisteren en je kan trainen. En ik wil dat je dit krijgt van mij. Dus ik krijg van hem een TM, work up. Dan gaat inderdaad zijn attack speed omhoog. Maar dat hoef ik niet ook, ik ga het niet gebruiken. Ik bedoel, het is handig altijd als je bijvoorbeeld gaat gebruiken in echte LCS battles. Maar ja, fuck dat, ik ben gewoon tegen de computer aan het spelen. Dan ga je dat dus niet doen. Hij heeft 2 jaar lang getraind en shit. En dan komt hij met level dit level Pokémon. Really? Na 2 jaar trainen? Dan ben je voor een noob trainer. Maar goed. Hè, Sharon, is je eigen keuze. Nou, in ieder geval, ik heb de gym behaald. Het is echt niet uit een gym gewoon. Maar goed. In ieder geval, ik heb hem beslagen. Ik heb mijn eerste badge in de pocket. En ja, we gaan eigenlijk over nu. Oh, wacht, eerst Bianca praten. Ik wil zeggen over de vraag van de dag. Maar nog niet. Hoe ging je eerste Pokémon met een gymleader? Nou, goed. Dit is de basic badge. Wauw. Ik ben net begonnen. Ik heb eerst de badge al. Je hebt echt de potentie om goed trainer te worden. Oké. Okay. Ik krijg de TM. 27 return. Volgens mij kan je dan terugkeren naar je Pokéball. Dat soort dingen. Ah. Goed. Nou, stil, Charon. Ah, oh, Charon. Bianca. Ze hebben 2 jaar geleden gehad laatst gesproken. Ja. Wat leuk. What's up? Oh, we krijgen zeg maar, ik ga mijn telefoonnummer geven. Weet toch, kunnen we Hanselin. Oké, oh. Ah, ik krijg 2 telefoonnummers. Dat heb ik even goed gefixt. Hey, ik word gebeld. Hey, hallo. Hi, de Cappy, I'm Professor Juniper. Bianca told me, ik zat in Pokédex. Thank you so much. Ja. Dan gaan we beter zoeken. Oké. Hey, gaat even lang praten. Hoe gaat het van, hoe vind je het om gymleader te zijn? En hoe gaat het allemaal? En hoe ging je met gymleader? En hoe ging het allemaal? Oké, goed, dan gaan we even praat. Oké, we moeten dus onze dromen nagaan en zo. En we moeten onze Pokédex vol laten komen. Weet ik veel, Hatsiflats. Nou goed. Oké, zeg maar, als je Pokémon was, haak bellen. Ik kan haar bellen, bijvoorbeeld die professor, om allemaal vragen te stellen. Maar ja, ik heb geen vragen natuurlijk. Oh, dude, nee. Oh, nee. Oh, daar komt ie. Oh, het is Weedle! Oké, goed. Oh, dan gaat hij dus Weedle. Weedle, what was that weak answer? I'm definitely going to take you down! Ah, oh, Weedle! Ah, oké, goed. Ik zou ook ooit een team die willen zijn. Yeah, ik heb Seagear gekregen. Nee. Ja. Oké, goed. Nou, oké. Ik wil naar Flokkissy Town. Oké, dus inderdaad de volgende gym badge vinden. Dat is badge nummer 2. Daar gaan we dan wel voor. Maar eerst ga ik natuurlijk mijn Pokies heen. Volgens mij heb ik niet damage gehad. Maar fuck it. Ik ga even mijn Pokémon healen. Ondertussen heb ik even een slokje. Van mijn thee. Want het is natuurlijk lekker relaxed spelen met z'n allen. Lekker kijken hoe ik mijn thee drink. Nou, Pokémon te veel health. Hoop je terug te zien. Oh, kut. Nee. Ik wil niet. Ja. We gaan even op avontuur verder, want ik wil naar de volgende gym gaan en ik heb geen... Oh, ik weet al waar ik toe moet, ik weet het al. Weet je nog vorige keer dat ik geweigerd werd om door te fietsen te mogen lopen? Oh, de muziek. Oh, wacht even de beat. Oh, ik dacht echt vette beat zou komen, maar dat viel mee. Yay, later. Oké, ik ben hier nog langs. Rond de 19. De muziek is altijd oh, lekker vrolijk. En helaas, we hebben een fight met een Pokémon. Hey, Wurmple. Maar die mag ik niet vangen, want ik heb al op route 19 een Pokémon gevangen. Dus dat was het met Totodile toen de tijd. Nou, niet met Totodile, maar een andere Pokémon die geraakt van met Totodile. Oh nee. Maar ja, goed. We gaan tegenaan. We gaan in Flokkissy Town. Hier is de volgende gym. Hè? Waar dan? Waar zit die dan? Oh ja, oké, goed, dat heb ik niet goed opgenomen wat die vrouw zei. Dan krijg je als je heel van door gaat skippen. Even kijken hoor, is die dude. Hey, kijk eens. Oh ja, dat is voorbij, Flokkissy Town. Ik weet al waar ik heen moet. I know where to go. Hey, Bianca! Hey! Daar komt ze weer. Oh, ze moet mijn Pokémon gaan. Oké, dan moet mijn Pokédex gaan ze upgraden. Dan kan je zeg maar kijken waar die Pokémon's leven. En dan kan je ze vangen op de Pokédex. Hoe jij het zelf wil doen. Dus dat gaan we vooral doen, dankjewel. Oké. Nee! Ik heb bijna nog een keer getrokken, nog een keer zo moeten luisteren. Oké. Soms zie je gras bewegen. Oké, als je gras bewegen, dan moet je op af gaan lopen in ieder geval. Oké. Nou, zie je wel. Dankjewel. Doei. Later. Gezellig. Doei. Nou, ik ga verder naar mijn volgende badge, want ik wil hier naar boven. Ja, G, mag ik er nu wel langs? Hé.
Oh, kut! Hij daagt me meteen uit voor een battle. You little scumbag. Eerst gaan we met het lopen weigeren en nu gaan we met me fighten, Jerome. Rock'n'Rolla. Volgens mij is het een steen-Pokémon. Ziet er echt niet uit, gewoon. Het is een soort van... Hij is een beetje op een kutje. Soort van. Ik weet wat die viezerik erin gedaan heeft. Dat weet ik in ieder geval. You know what I mean. Alright, waar de gun? Op zijn motherfucking back. Boop. Plats. Oh, wat de hell? Hij overleeft het? Nog een critical hit ook. Harden. Really? Harden. Harden. Fuck jou, yeah. Waterkun zijn ass gewoon over. Hoppakee, en... Boom! Daar gaat Rock'n'Rolla! Lekker Gatorade, vogeldier ook. Oh, vogeldier level 10. Vogeldier gaat ook lekker. Oh, Rage, ja. Even kijken hoor. Haze, Quick Attack, Pack, Supersonic. Supersonic. 1, 2, en poef! Tada! Nou, Supersonic niet meer, maar wel Rage. Rage is sterke aanval op zich. Riolu. Nee. Keep battling. Riolu die is fighting. En ik geloof ook Psychic, dus dat moet Bite. Veel damage doen. Gok, hè? Dat is een gok. Nee, hij is dark. Fuck. Dus ik had het mis. Maar goed, in ieder geval doe ik dan gewoon Ice Punch, want dan... Kak! Dat doet veel damage. Daar gaat Riolu. Nou, Gatorade. Hoppa! Level 15 Gatorade. Gatorade doet het goed. Als Scary Face leren, maar voor moves wil je Scary Face leren. Keep old moves. Ja, ik wil geen Scary Face leren. Fuck dat man, dat is echt zo'n poep aanval. Wooper, dat is een water Pokémon. Nee, ik hou gewoon mijn dingen erin. Waarom ook niet? Dan heb je Wooper. Wooper. Weet je wat, ik ga gewoon bijten. Bite zijn ass. Ats! Chang! Wat dan? Acid Spray? Oké, okay, nou dat was heel ziek, dat zag er goed uit. Nou, nog een keer bite hem gewoon. Hats! En dan gaat hij. Doei doei, Wooper! Was gezellig. Blijf vooral terugkomen voor de volgende keer. Haha. Maar goed, we gaan over op de vraag van de dag. Hey, eindelijk kan ik erop opgaan. Een eigen server maken voor anderen. Vinden jullie dat ik een server moet openen? Dat jullie Minecraft? Dat jullie gezamenlijk met mij kunnen spelen. Want je hebt bijvoorbeeld de server gameplay server. Je hebt natuurlijk de DD, de DDG server. Vinden jullie dat ik ook een eigen server moet openen? En nou maar vaststellen, ik ga het misschien doen. Maar niet een normale server. Ik ga het een andere soort server doen. Wat niemand nog doet in Nederland. Dus hebben jullie zin met mij te gamen een keer in Minecraft? Vinden jullie dat ik een server moet openen? Ja of nee? Antwoorden kan je hier natuurlijk beneden invullen. Oké, okay, nou goed. Het gaat regenen. Het is een psychic... poison Pokémon. Maar ja, goed. Ice Punch moet wel oplossen. Eten! Oh, kut. Auw! Auw! Double kick moet wel zeer. Not! Bite hem weer! Lekker niet eraan, daar gaat het niet eraan, mannetje! Doe je niet eraan! Lekker vogeldier. Vogeldier level 11. Lekker vogeldier, gaat lekker, joh. Wat ik ga doen, ik wil even kijken. Verander ik hier? Nee, helaas, je verandert hier niet van route. Carpy Wait. Oh nee! Heb je Chen en die andere? Ik moet met hem meekomen. What the fuck? YOLO? Zie je het starten, ja? Hè? Oké, goed. Ik krijg in ieder geval. Hey, fishing rod, wat leuk! Super rod. Awesome. Hier van voor jou, wel of je doet je best. Oké, nou goed. Als je in het donkere gras zou zijn, dat je een sterker Pokémon kan vinden. Oké, hij wil het hem verslaan. Doe je best. Wil je de Pokémon zeggen? Oké, goed. Oké, hij gaat zoeken in het gras natuurlijk. Het probleem is, hier heb ik al iemand gevangen op deze route. Dus ik mag hier niemand vangen. Helaas, leven is hard, leven is zwaar, leven is kut. Mag niet. What the fuck? Preschooler, ze mag alleen lopen in de bosjes. En dat is een beetje creepy dat de ouders dat doen. Van, hey, oh, ja, ga maar, hè. Je redt zichzelf wel met een Nidoran van level 13. Je moet wel een beetje beginnen op te passen, want ik wil niet dat mijn Totodile dood gaat natuurlijk. Dus Ice Punch, die fucking Nidoran! Eet het! Poison Sting, oei! Ik wil niet dat die poison draakt, dat zou echt heel kut zijn. Lekker, Poison Sting, hoppa, Ice Punch, we gewoon dood, fuck you. Oeh. Stop, bitch. What you gonna do, huh? What you gonna do? What you gonna do? Oké, verslagen dus. Yay! Miracle Seed! Gevonden. Nee!
En ja, het is weer mijn moeder die binnenkomt. Ik weet, ze weet heel goed dat ik hiermee bezig ben. En dat doet het gewoon, weet je. Ze heeft zoiets van, ja, fuck it. Dat is vorige episode. Dus ik kan er helemaal niet uit, in ieder geval. We gaan weer verder. De Sea Waddle in de bosjes. En we gaan runnen, want ik heb zo te fighten met de Sea Waddle. Want die is gras en ik ben geen gras. Laat me daarop houden. Woehoe! Oké, Dire Hit. Dat is handig. Nou goed, Dire Hit kregen. Ook altijd handig. En hier is een dubbele battle. En we gaan gewoon aan. Fuck it. YOLO Polo. Oh, twee kleine meisjes. Twee Pokémon, twee tegelijkertijd. We gaan dus een eerste double battle gaan doen van mijn Pokémon Blaze Black 2 avontuur. Let's go. Oh, Twins, Lia en Lily. Sea Waddle en... Dat is Venipede. Die Venipede is echt super ugly. Nou, dat is wel gras. Dat is echt kloten. Dit is echt niet chill. Hier word ik niet vrolijk van. Dus Ice Punch op de gras Pokémon in ieder geval. En... Op de... Oh, Bulldoze Hawk raakt ook mijn Pokémon. Dus daar word ik niet vrolijk van. Hoiets! No Sweep. Het heeft echt heel weinig damage gedaan. Dat was echt niet slim. Maar de Ice Punch, als het goed is, schakelt hij hem uit. Yeah! Super effective, bitch. Get down. De vogel ligt lekker, hoor. Auw, niet doen! Rollout, gewoon fucking vuuraanval, doet dit nou echt? Nou, Venipede, die gaat ook dood nu, want ik doe gewoon een Poison Jab op een Poison Pokémon. Dat is wel kut, maar ja, goed. Sikia! Bite hem! Hiii, daar gaat de Venipede! Oeh, wat echt gelijk, een vies geluid. Wat een vies Pokémon dat zeg. Maar goed, in ieder geval, vogel die level 12. Nou, een vogel die gaat lekker, hoor. Ik krijg veel XP, hoor, die vogeldier. Echt waar. Dat is, ik denk dat ik zijn dingen ga afpakken. Zij expo en share. Item. Take. Item. Give. Ik wil hem even de expo en share geven. Ipo. Dus expo en share aan Ipo geven. Oké, nou kan Ipo in ieder geval genieten puur van de gratis XP van die krijgt dan. Want ik wil Ipo moet ook even... Hey, surprise. Oh, you. Hey, hi. Je hebt 3 Pokémon. Als je meer Pokémon hebt, dan krijg je meer dingen. Oké, gewoon gratis Pokéballs, Cherish Balls. Oké, leuk. Cherish Balls, wat is het? Chill van, I don't know if you know. Some valuable Pokéballs. Oh, dankjewel, dankjewel. Ik krijg gewoon gratis Pokéballs van het meisje. Oh, wordt gebeld. Yo, surprise, what up? Hey, mom. Hey, wat ben ik nu doen? Ik ben in de city, ja. Heb je been there yet? Oké, het ziet er echt heel mooi uit in de nacht. Goed. Ik wil je Pokémon trainen. Je kan work together and play amazing things. Oké, dankjewel. Nou, dankjewel voor de meest obvious gesprek. Oeh, what the hell? Dr. Santa is stap in je after the Pokémon Studios to live up my true potential. My dream is to be a ship captain and a movie star. Hij wil een kapitein worden en filmster. Hij is al een kapitein. En dat is het schip, oké, goed. Oh, dear daughter, je schip op de tijd met gymleader. Oh! Zij is dus een gymleader en ze heeft een band. Oké, dat is leuk. Dat is de gym leader alvast. You need more of them, that dippy donkey. Gold is doofus. Oh, ze schat hem uit. If I had it, I'm going to the gym. Oké, zij is de gym leader in ieder geval. Dat weet ik. Het is een, blijkbaar een meisje met blond, met wit haar. En de vader die wil een movie star worden. Maar goed, heb je hem weer? The fuck, je doet links. Hij volgt me gewoon met zijn sneaky bastard. Stop following me. Maar we gaan wat heel slims doen. Ja, let op. Ik heb iets heel slims, heb ik altijd bedacht. Het is echt super slim wat ik dit ga doen. Net op, komt hij aan. Dankjewel. Dankjewel. We gaan even iets doen, want we moeten natuurlijk wel een Pokémon vangen in deze episode. Ik hoop dat het kan. Hierdo. Ik denk het wel. Als het niet kan, is het heel erg lomp zijn. Yo, what the fuck? Die is echt een creepy dude. Kan ik hier vissen, zeg maar? Wat wil ik dat ik ga doen? Ik ga hier vissen, want technisch gezien mag ik hier een Pokémon vangen als ik ga vissen, dus... Waar kan ik mee vissen? Super rot. Oké, dus ik kan niet hier, dat is heel vervelend. Nou, oké, hier kan ik wel vissen. Hier moet ik kunnen vissen. Ja, als ik hier niet kan vissen, weet ik het ook niet meer. Wat? There's a place on time for anything. Ik kan hier gewoon vissen. Wat hier? Oh, fuck's sakes. Nee, laat me langs! Wil je hier zijn kamer van de Pokéstar Studios? Oh, dus ik mag er niet heen. For fuck's sakes, ik mag er niet heen. Dus ik moet even kijken wat ik kan doen. Hier mag ik sowieso een Pokémon vangen, dus dan ga ik dat even doen. Ik ga 1 Pokémon vangen. Ik bedoel, in elke episode wil ik wel een Pokémon hebben. Dus let's go! Woe!
Een Shellos, wat leuk, wat handig. Grappig, gezellig, schattig. Wat gaan we doen? We gaan hem bijten. Don't you die. Dankjewel. Hey, Waterpulse. Dat is een waterpokémon. Dat is leuk. Schattig. Ah, ben ik confused. Heb me confused gemaakt. Nou, hey, Watergun. Als het goed is, doet het weinig damage. Wat? Storm Drain. Ik kan geen wateraanval gebruiken op die Shellos. Kan dat echt niet? Als ik mezelf hit, dan is het irritant. Nee! Je kan zeg maar niet. Dat is wel grappig. Je kan geen wateraanvallen doen op Shellos. Dat is echt kut. Weet je wat? Fuck it. Dan ga ik gewoon mijn back doen. En dan pak ik Pokeball. En dan gooi je gewoon een Pokeball erop. Pokeball nu! Wie? Please. 1. Nou! Weet je, het is die andere doen gewoon te veel damage op er. Dat wil ik niet doen. Ik kan in één keer doodgaan. Ik ga nog één Pokeball gooien. En dan zoek ik gewoon een. Dan zoek ik gewoon Yodel Polo, doe nog een bite. En dan hoop ik dat ze niet doodgaat. Kom op. Dan stay in there. 1, 2, 3. No! Je bent niet serieus! Die was echt vies! Die was echt vies! Oh, die dis. Fuck you! Oké, nog één keer, kom op. Kom op, 3 maal scheepsrecht. Come on, yo. 1, 2, 3. Ja! Ik heb een Shellos, die ik dus niet ga houden, dus ik hoef geen naam te geven. Oh, als je niet geeft, een vette Pokémon. Dit is eigenlijk weer het moment van de waarheid. Nee, ik hoef geen naam te geven. Ik ga zo snel mogelijk terug naar het stadje. De muziek is echt saai, het stadje. Heel saai muziekje. Echt de blues van. Oké. Oké. Wordt echt. Oh, het is tijdens place for everything. Oké, oké. Oh, kom op. Geen iets goed. Ik mag deze depositen. Welk level is hij? Level 11. Dus ik krijg level 11 Pokémon in return. Maar wat ga ik krijgen? Dat is de vraag. Oh, ik even ruimte zoeken. Ja. We gaan in box 6 ga ik ook wat halen, een keertje. Oh. Gaan we weer. Ja, yeah, I don't know what I've been told. Eskimo pussy's very cold. Hey, let's go. Oké, ik krijg een Pokémon, Wat ga ik krijgen, Huh. Oh, het moment van de waarheid. Ten. Oh. Oh, awesome! Een Bulbasaur. Op zich handig, handig. Gras Pokémon, yo. Hoe ga ik hem noemen? Sauron. Voor degene die niet weet wie Sauron is van Lord of the Rings. Sauron, man. Bulbasauron. Venusaur. Nou, in ieder geval, mensen. Ik heb een Sauron. Handig. Ik heb een Bulbasaur gekregen op het einde. Maar goed, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Nog één keer de vraag. Willen jullie graag dat ik een Pixelmon server opengooi voor iedereen? Dat iedereen lekker met mij kan gamen. Samen in Minecraft, zo ja. Dan zeg je ja, zo nee, dan zeg je nee. En ik zie jullie graag in de volgende episode. Mensen, dankjewel voor het kijken. En de mazzel, tot ziens later. En doei.